Goedemorgen, wij zijn wakker. Gisteravond met die koekjes. Ik heb echt nog uren met maagzuur bed gelegen. Ik had zo maagzuur, want ik had gewoon hapjes genomen van al die koekjes. Nou, wij gaan lekker ontbijten. We willen vandaag naar dat Wild Wadi Park. Dat zit dus vast aan ons hotel. Dus een soort aquapark. Ik had ook comments gekregen dat mensen zeiden, je moet naar die gaan. Want er zijn een paar waterparken waar je kan spelen en zo. Maar dat dit de beste is. En iemand zei, ik woon in Abu Dhabi en ik rijd speciaal daarvoor hierheen. Maar hij zit in ons hotel. Dus wij kunnen gratis. En normaal is het €75 per persoon. Dus zo bijzonder is dat waterpark. Dus wij willen vandaag gaan. Het is letterlijk, we lopen uit onze kamer en we lopen er zo heen. Dus we gaan het gewoon zien. Waarschijnlijk is heel veel, ja, Mila mag natuurlijk nergens in. Maar we kunnen een beetje om en om. Kregen we een glijbaan, ik een glijbaan en dan met haar en die baby dingen en zo. Dus ja, laten we kijken hoe het is. Ik heb vandaag deze jurk aan, stretchy stretch. En we gaan eerst even naar het ontbijt. Kijk dit Animal Crossing shirt. Die is gekregen van vrienden toen ze net geboren was. Maar het is echt maat 92, dus die past er nu. Moppie. Moppie, gaan we ontbijten? Wil je ontbijten? Oh nee, we gaan naar de andere. Ja, we gaan naar de grote. Gaan we naar de grote ontbijt? Buiten. Buiten, maar we moeten nog even eten, schat. Kom. Alright, we zijn bij het ontbijt. Het is echt heerlijk rustig. Kijk, allemaal nootjes en granola dingen en dan super honing. Oh. Kijk wat we hier hebben. Gisteren uiteraard geprobeerd. Het is wel echt goed looks, maar dan die berry versie. En dan hebben we hier yoghurtjes en whatever. Dus dat, alle sapjes. Nee, apple juice. Green apple juice, watermelon. Fruit. Hier de dingen die ik eigenlijk nog helemaal niet heb gepakt. Dan kan je hier dus zeggen welk stuk fruit je wil en dan snijden ze hem. Dus ook die hele dragonfruit snijden ze gewoon helemaal. Maar je kan ook zo pakken. Dit is echt de station van Mila en Matcha. Hummus en hummus en moetabben. Nee, ik zei dat uit. Kijk, die wil dragonfruit. Oh nee, of watermeloen gaat ze krijgen. Oh, Mila haar fruit platter en uiteraard moet daarbij mango. Oh, en dan een potje met besjes, denk ik. Dit is alleen maar aardbei. Okay, wil je aardbei, schat? Wil je aardbei, schatje? Ja. Lekker, zeg. Zo, nou, tot nu toe alleen voor Mila geweest nog. Maar we hebben hier fruit, mango, paprika. Oh my god, die man ging... Ik zei dus, zij zag een paprika liggen. Ik dacht, paprika, paprika, dat is toch fave. Dus ik zeg, die heeft bell peppers. Dus hij pakt die mooie glanzen die er ligt. Snijdt eerst zo, allemaal stukjes zo. Of ja, slices. Daarna ging hij stukje voor stukje hier met de mes dingetjes weghalen. Bij elk reepje. Het was echt amazing. Echt ASMR. Dan hebben we ei, hummus, komkommer. En ze krijgt net haar bordje en dingetje. Wil je met bestek eten? Oké, Gregor had dit deel gefilmd. Ik ga nu doorlopen naar het tweede deel. Hier. Ik pak even voor mezelf een bord, want Mila en ik hebben er eentje voor haar gevuld. Nu kijk dan die pannen. Zwaar joh, zo. Hier heb je allemaal lekkere dingen. Oh, die shakshuka is zo lekker in de ochtend. Heerlijk. Dit is gewoon de Arabische stok. Oh, dit ziet er ook wel lekker uit, hè? Kikkererwten. Of heel lekker. Heel veel vegetarisch eten. En dan, wat hebben we hier allemaal nog meer? Dit is Indian. Love, 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 love Indian. Er liggen hier barra's. Nou, echt. Mijn hart. Gregor had dat gele sponsding op. Die zei dat het ook heel lekker was. Je hebt hier allerlei eten. En dan heb je hier ook weer 1001 dingen. Dit is Aziatisch. Kijk wat ze hier allemaal voor lekkers hebben. Ja, nasi. Oh, misschien pak ik wat groente voor Mila bij. Ja, we hebben hier dus avocado toast. Die je zelf kan maken. Dat ga ik trouwens doen. Heel populair dit. Je ziet echt iedereen duiken op die avocado. En dan tomaatjes. Ook even voor Mila meepakken. Ik zweet, je bent meer met haar voeding bezig dan mijn eigen. Om heel eerlijk te zijn. En hier heb je pannenkoekjes en wafels. Meer van dat soort. Oh, dumplings.
Oh jongens. Wat een hemels ontbijtje. En dan heb je hier ook nog een hele bread station. Ik heb dus voor Mila een zwempakje gekocht. Dit is eigenlijk een broekje en een shirtje zo. Met lange mouwen. Dit is toch briljant. Ik wil dit ook eigenlijk. Dit is zo goed voor bescherming tegen weerstralen. Heb je het zelf aangedaan, schat? Ja. Alright, moet die voetbal mee? Ja, dat was de bedoeling. Oké. Aki. Kijk, dit is zeg maar voor ons hotel. En dan kan je zo hier doorlopen en dit is het waterpark. Dus dit is een soort van speciale entree. Oké, we zijn binnen. We gaan eerst even een rondje lopen om te kijken wat de beste area is. Het is echt mega groot. Er is een lazy river, dat soort dingen. Kijk. Het is super rustig. We zijn er eigenlijk best wel behoorlijk vroeg. Wat top is, daardoor hebben we lekker iets kees in bedje. Kijk, het is echt mooi ook en zo. Het is echt wel heel cool. Nou, daar gaan ze. Iemand heeft het daar eens in. Oh, wat geweldig dit, zeg. Oh, jongens. Proef is net van een soort van. Dan moet je op een soort van plank gaan liggen. En dan tegen water, wat dan heel hard tegen je. Ja, body surfen of zo. Op een soort golf. En hij was zo goed. Hij was te goed, zeg maar. Die man deed ook allemaal trucjes doen. En dat deed hij. En de hele tijd. Mensen donderden de hele tijd vanaf. En hij bleef maar erop. En hij zei ook: je moet er nu. Oh. Mila vindt het echt heel leuk. Ze is wel echt heel begaan. Weet je wel, Gregor ging er dan op en dan werd ze helemaal emotioneel en zo. En ik uitlegde van dit is leuk, dit is fun, want het ziet er een beetje eng uit. Ja? Ja, oké, okay, ik ga drinken pakken. En daarna wel keihard klappen en toch wel begrijpen dat het wel leuk is, zeg maar. Oh. Nou jongens, dit was één groot feest. Dit was zo leuk. You are leaving? Yes, we're leaving. Ja, ja, ja. Oké, ze zijn onze kamer aan het schoonmaken, dus we gaan heel even lunch snacken. Normaal moet zij nu slapen al, maar ach. Laten we even kijken hoe het gaat. Wat is er, schatje? Oké, we zijn weer op de kamer. We gingen dus uit het Wild Body Park teruglopen. Want we merkten dat Mila een beetje moe werd. En tijd voor een dutje. En toen hadden we zoiets van, oh, we hebben wel echt honger. En toen kwamen we hier. Toen waren ze dus net als een kamer aan het schoonmaken. Dus wij pakten wat spullen. Het was, ja, crap, we kunnen haar niet op bed leggen, want ze zijn bezig. Je kan ze aan de ene kant natuurlijk wel wegsturen, maar het was echt nodig ook, weet je. Dus dat was, nou, weet je wat, anders gaan we heel snel wat eten. Dus zijn we naar een restaurant gegaan hier, om even iets healthy, sapje, en lekker salade, wrap dingetje. En toen zat ze soort van bijna in haar stoel in slaap te vallen. Ze is dan zo rustig en stil en dan zei, oh jee, dan zei ze zo, kunnen jullie het naar onze suite bezorgen? Ja, ja, kan. Dus wij op, Mila wil optillen, drankjes mee, hierheen. Waren ze net klaar met schoonmaken, ze ligt nu op bed. Eigenlijk een beetje te laat, maar maakt niet uit, want ze is nog niet overtuigd. En nu wachten we op te eten hier. En ik denk dat ik lekker ga eten en even hier een dutje ga doen of zo. Het hakt er toch altijd in, zo'n waterpark. Hoe leuk het ook is. Het, zeg maar, vroeger als kind, weet je wel, als je naar het zwembad geweest, sliep je zo lekker daarna. Nou, ik heb dat nu ook net zo goed. Ook al zijn we letterlijk een halve dag geweest. Alright, we hebben lekker de halloumi wraps. Dingetjes. Mm. Ja, hetzelfde. Nee. Hetzelfde. Oh jongens, helemaal soort van ontdaan met wat er nu gaande is. Ik heb er bewust niet over gevlogd. Because it's not about me, weet je wel. Het laatste wat ik wil is dat je een soort van een gifje wordt met oh, ik kan jou denken dat het om jou gaat, but it's not. Ik had er wel stories over gemaakt en ook uitgelegd. Weet je, nu dus wat er gaande is met de oorlog. En ik krijg natuurlijk heel veel mensen die vragen hoe ik erin sta. Omdat ik geboren ben, er dus eigenlijk mensen die soort van eisen dat ik met een statement kom. Terwijl letterlijk, ik ben geboren in Rusland. Ik voel me meer Nederlander dan Rus. Maar toch verwachten mensen dan dat ik een soort van politiek iets. Terwijl ik ben helemaal geen expert op dat gebied. Dus dat, ik kan dat beter vragen aan mensen die daadwerkelijk ervoor gestudeerd hebben en zo. Maar ja, nee, ik vind het echt heel hartverscheurend wat er gebeurt. Maar ik zag net een foto van een gezin. Het is echt zo. Oh, zo heftig. Met een Mila en een moeder die zwanger is. En zo. Oh mijn god, echt. Ik kreeg gewoon niks van helemaal van. Nou, we zijn er heel veel mee bezig. Hoor ook heel veel aan het lezen erover en zo. En het gebeurde ook de dag dat wij vlogen. Dus de dag dat wij wakker werden met, yes, we gaan op vakantie kwamen. Dus zeg maar, bam, was het begonnen. En we, nou, hoe dubbel dat gevoel was. Maar goed, weet dat ik er heel bewust over nadacht met hoe en wat. Maar bij deze
definitely 100% mee bezig. Alleen, ja, wat voegt het toe als ik er heel veel over ga praten? Het gaat niet om mij. Dus dat gezegd hebbende, check even Stichting Vluchtelingen. Giro 999, dat is, vind ik, een van de beste bronnen ook voor informatie erover en zo. Verder, jeez, oké. Heel intens het allemaal. Trouwens, echt geen enkele Rus die ik ken, die staat achter wat er nu gebeurt. Sterker nog, ik hoor hier veel Russen, er zijn best wel wat Russen. En ik hoor af en toe iemand praten en echt mensen zijn echt het heel erg aan het afkeuren. Dat echt mensen, oh, het is zo erg wat er gebeurt. Dus dat is misschien nog een soort van detail om te weten. Omdat, ja, ik spreek wel de taal niet heel goed, maar ik versta het goed. Maar verder kan ik ook niet meer over kwijt. Ja, het is helemaal kut dit. Oh, iemand is wakker. Kijk nou, hoe cute het jurkje. Dat heeft de moeder van een jurk gemaakt voor Mila. Kijk nou. Ach. Zo schattig. Het staat Mila Poppy, kijk. Mooi hoor, schatje. Ze vindt het echt leuk. Kijk hoe exact hetzelfde haar badpak ding is als het stoel. Oh ja, de bubbelsoort is eruit. Papi, tijd om naar het strand te gaan. Kijk ze nou zitten met z'n twee cuties. Voeten in het zand, hè? Ja, zeker. Ze hebben ook gewandeld, schelp gevonden. De zee? Gaan we lopen? Laat maar zien hoe je loopt in het zand. Wow. Kijk eens. What? Wow. Badass. Oké, wij gaan de zee in dan. Let's go. Nah. Wat een badass, hè? Ze hebben hier dus allerlei schelpen. Waaronder ook met zeg maar een soort rood tinten erin. Heb ik nog nooit gezien. En deze ook heel mooi. Maar hebben we nog zo'n goede rode gepakt eigenlijk? Nee, wel eentje die een beetje wit met rood rozig is. Wacht, die is heel wit. Deze. Oh, ja, ja, ja. Hier, deze. Wacht, waar is de andere dan? We hebben die, die. Voor mij is er nog eentje. Zit er nog één in? Ja, deze, die hele rare. Nee, eentje een beetje rood met rozig. Nee? Waar staat het, Mina? Zal ik eens kijken? Ja, dat was het. Ja, die is mooi. Oké, jongens. Deze dingen. Hoe maken jullie bubbels? Gewoon in je hand houden, blazen of snel bewegen? Het hangt ook af van hoe de wind staat natuurlijk. Wauw! En dan moeten we er overheen rollen. Laat even zien, ze hebben hier de speelgoed. Moet je kijken. Laat even zien. Rol maar. Mag ik het voordoen, schatje? Ik denk dat we even water met een emmer... Kijk, kijk, zo cool. Maar als we nou water met een emmer halen, dan wordt dit wat harder zand. En dan krijg je echt die superpatronen. Denk ik. Als jij hier water... Oh nee, toch, die gaat dan. Schepje. Dat is wel waar, je moet wel met... Dat denk ik wel. Ik denk dat je dan... Of je moet dit doen bij de zee, zeg maar. Ik word hier dus het meest gelukkig van. Zand, zon, zee... Oh, die achtergrond. Nee, ik word er echt zo blij van. Ik vind dit is ultiem vakantiegevoel. In het zand zitten met je voeten. Oh, heerlijk. Ik geloof ook echt dat het goed voor je is, hoor. Dat grounden met je blote voeten op aarde lopen en zo. Ik geloof 100% dat het goed voor je is. Net als zeelucht en zeewater. Dat met Gregor met zijn eczeem is altijd... Wordt dat... is dat even genezen als we op vakantie zijn. Vooral bij het Caribisch gebied trouwens. Omdat daar die luchtvochtigheid ook zo hoog is. Ah ja, dit is toch top. Ultiem genieten. We hebben net een kasteel geprobeerd te maken, maar dan zonder water. Dus ik weet het niet. Ja, het is echt heel cute. Wacht. Ik ben zo te druk met de schep bezig. Die ga ik niet afpakken. Maar wat? Je kan het met je hand doen. Oké. Okay. Ja, we willen het plakken. Of heeft met een... Oh. Hmm. Oh. We hebben meer water nodig. Nee, kom eens. Of is dat al het water? Nee hoor. Maar zo als je nou nu heel veel water op één plekje... Voelt, dat het uit de zee gaat. Kijk, dan zo. Mag jij straks halen. Ja, is goed. Nee. Wacht. Oh, wow, die is mooi. Waar komt die vandaan? Kijk. Ik kom dat je pauze. Even wachten tot het een beetje gezakt is. Tot de bubbels weg zijn. En nu rollen, denk ik. Heel hard drukken. Doe jij dan? Oké. Niet hard, want dan plop je hem eruit. Wat dat rolletje.
Oh, dit is wel echt een veel. Ja. Zo? Ja? Een beetje veel is het wel. Wil je dit nog een keer doen? Hop. Gaat werken? Met nat zand van het ja, rommel. Maar... Ja, of het werkt. Niet te nat is. Ah. Je hebt iemand op die bovenkant tikken, dat helpt altijd. Ja, maar dan heb ik... Ik heb geen... Geen magic schep? Nee, dat. Oh. Oké. Mila, kijk. Ja, dat is deze. Wacht, zal ik kijken of ik hem nog beter kan maken? Oké, guys, we hebben hier inmiddels een creatie. Ik vind wel dat het pleisterwerk hier, noem je dat zo, dat we dit beter kunnen doen. Hey, dat was jouw taak. Jij zou water halen. Ja, ga ik nu doen. Maar eerst ga ik deze corrigeren door dit hier op te doen. Ik vond het wel mooi. Dat is gewoon waar er is ingebroken door gewoon... Zo'n ruïne. Ja. 1, 2. Oei. Oei, inderdaad. Ik voelde al. Ik dacht... Zo. Damn it. Oh, het komt er ook niet uit. Kan je helpen? Wat is what happened here? What, nou, is dit een doodlopend stuk? Meer dan hier. Oh. Oh nee. Okay, van één ruïne naar een ander. Inmiddels wordt er een megatoren hier gebouwd. Wauw, dat is wel de mooiste van ons allemaal. Ik ga water halen voor dit en dit. Twee emmertjes? Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen, de meisjes op de klompen. In mijn wandeling naar het water is er over me heen gepoept. Op mijn hoofd. Ja, schat, je krijgt hem. Ja. Gepoept op mijn hoofd. Oh, ik heb die ook nog. Op mijn jurk, op mijn bikini. Letterlijk, ik zat een hele andere groene smidding. Ik dacht, no! Ik in het water. Maar er wordt hier een prachtig kasteel gemaakt. Ik heb een nieuw water halen. Oh my god. Het ligt nu... Daar. Ja, ik ga wel weer. Alright guys, Mila ligt op bed. Het is 7:30. Ja, ik heb lekker met haar in bad gezeten. En we zitten weer even te kijken. Ik heb nu categorie Lebanese. Kijk even naar Lamajoon. Even, kijk, gewoon neem even in je op wat voor variaties daarvan zijn. Are you kidding me? Dit is toch... Wow. Maar ze zullen wel alleen maar vlees hebben, denk ik. Oh nee, vegan hebben ze. Oh. Jeetje, jongens. Jeetje. Maar ze hadden dus Wendy's, zagen we. We willen ook IHOP doen hoor, maar het voelt een beetje alsof we dat als lunch moeten doen een keer. Wendy's had ik volgens mij bij Burst. Maar die had dus een vega optie. Dus, kijken. Ik kreeg allemaal McDonald's getipt, maar fulfill never. Wat? Ja, dat er dus zo'n burger is, die moet jij eten met kip. Die ze hier hebben. Omdat jij vlees eet. Maar, niet iedereen weet het, maar Foef heeft vroeger bij de McDonald's gewerkt een paar jaar. En wil nooit meer van zijn leven Mac eten. Elke keer als we er eten, dan is die annoyed. Hardee's, maar die heeft dus... Hardee's heeft nul vega opties. Ja, hij is geïnteresseerd. Ja, er is een bepaalde kipburger hier. Dat, ik denk dat drie mensen het gecomment hebben. Zo van, die moet Gregor eten. Ik kan hem helaas niet eten, maar... Ik zet hem ergens onder aan mijn lijstje. Ja. Hier, Wendy's. Wendy's. Ze hebben rijstmeals. Ja, ik zag het, ja. Ze hebben allerlei dingen, maar ik zag dus ook... Even kijken hoor, vega. Terwijl in Amerika, bij Wendy's, hadden ze dus echt niks vega. Wacht, waar was het nou? Biggie Boxes, salads. Oh ja, veggie burger, Biggie Box. Ja, rice meal. Ja, maar dan krijg je kip met rijst. Of large beef. Ja, de dress allemaal kippenvlees. Je kan ook die veggie burger single sandwich. Jongens, we hebben Wendy's. En dit kijken we elke dag. Dit is een Disney Channel. Een soort kinder bake-off programma. Waar ze... ja, iets bakken. Echt super cute. Thema van iets van Disney. Iets van Disney. En toch ging net dit halen, zag allemaal mensen helemaal netjes gekleed om uit elke eten te gaan. Elke keer gisteren ook, dus het zit helemaal mooi en zo. En dan, yes. Yes. Nou ja, kid life. Ja, je moet een oppas of zo hebben. Maar. Zijn best. Ik vind het wel prima. Give it to me. Had jij nog een broodje? Ik heb twee beelden.
Ik heb geen fries. Oh, oké, dan delen we de fries, de cheese. Deze fries zijn veel. Nee, maar we kunnen toch samen doen? I have two burgers. En ik heb zakjes. Waar is die? Waar gaat die in? Limited edition. Sauce keys. Oké, guys. Ik heb Pepsi Light. Ik proef echt het verschil tussen cola en Pepsi. Oh nee? Yep. Oh nee? Nee. Oh. Nou ja, als ik dan echt... Ik heb eens een keer heel erg gefocust gedronken. Dacht ik, ja, Pepsi smaakt zoeter. Ja, Pepsi is altijd wel zoeter. Dat is het enige, maar ja. Oh, er zit nog een tapeje omheen. Ik wou zeggen, tegenwoordig cola light, toen het in een keer werd veranderd, was het echt heel anders. Maar nu smaakt Pepsi light als naar cola zero light. Bedoel je? Oh ja. Ja. Snap wat je bedoelt. Oeh, cheese fries. Oeh, deze chicken, creamy spicy chicken. Wacht, dan moet ik beginnen met deze, de mushroom burger. Je hebt ook echt dus twee volop grote burgers. Ja, ik heb niet extra grote of double patty ofzo. Vegenburger. Oké, een bescheiden burgertje. Lijkt een beetje op een soort van de basic burger van de Mackie. Oké, toch wel een dubbele patty. Oh, dit is lekker, man. Wel goed, hoor. Jeetje. Oh, dit is wel echt heel lekker, ja. Mm. Zo dan. Jij wilde single. Je kon dus ook kiezen voor twee vlees, zeg maar. Is dubbel worth it? Deze standaard zo. Maar wel heel lekker, zeg. Echt heel lekker. Dit ook. Wendy's is ook wel echt goed. Ik wil de Hardee's. Maar die hebben dus niks van gegeven. Net zoals Carl Jr.'s en zo. Yep. Oké, guys, het is laat. We gaan slapen. Goed rusten, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Bye.